Tommy Hildeslachter, het seizoen 2015 zit er nu net weer op. Dat was voor jou niet een bijzonder succesvol seizoen. Hoe kijk je erop terug? Ja, wat je zegt klopt. Seizoenen daarvoor waren beter. En vorig jaar wat probleempjes gehad met mijn knie. In de winter en in het voorseizoen. En daardoor toch wat later op gang helaas. En na het seizoen was ik tevreden over. Maar ja, dat weer natuurlijk het hele jaar. Dus ik hoop er volgend jaar weer vanaf het begin bij te zijn. Ja, want in Canada hebben we je toch weer zien winnen. Dat moet ook vertrouwen geven voor volgend jaar. Wat zijn je ambities in 2016? De focus ligt op de klassiekers weer, de Ardennen klassiekers. Ik hoop in Parijs-Nice goed te zijn. San Remo ga ik rijden. En hopelijk naar de Tour. Dus wel een heel mooi programma. En de eerste echte focus is de Ardennen klassiekers. Heb jij het vertrouwen dat je volgend jaar echt die stap kunt maken naar de wereldtop in die Ardennen klassiekers? Dat hoop ik wel. Vorig jaar zat ik er al vrij dichtbij met vijfde en zesde plek. En ik stel me als doel om volgend jaar ergens op het podium te staan. Dus, ja. Hoort daar ook weer een Tour de France bij later in het seizoen? Of hoe kijk je daar tegen? Dat hoop ik wel. Dat is wel wat ik graag wil. Dus daar ga ik me proberen voor te plaatsen.